Beste mensen, ik hoop dat jullie allemaal net zulke fijne feestdagen hebben zoals wij. Zoals elk jaar komt de redactie van IWOK bijeen om de meest memorabele films en evenementen van afgelopen jaar te bespreken. En 2020 was een filmjaar als geen ander. Ik ben hier met mijn collega's Kimberly. Hoi. En Martijn. Hey. En jullie zullen je afvragen, waarom doet IWOK dit via Zoom? Nou, we hadden graag bij elkaar gezeten dit jaar. Maar ik ben nu op vakantie in Almeria, zoals jullie kunnen zien. En ik heb een reunie met mijn familie. Mijn oom is namelijk 90 geworden. Oh, gefeliciteerd! Ja, gefeliciteerd. En ja, het is toch altijd wel belangrijk om met je hele familie bij elkaar te zijn. Kan wel druk worden, want ja, kijk naar mij. Ik sta nou ook met een hele menigte op een filmset. Ja, dat klopt. Martijn is zijn filmdebuut aan het regisseren. En dat komt volgend jaar uit als het goed is, toch? Dit jaar zagen we natuurlijk weer de grote releases. Het was een goed jaar voor de filmindustrie. Wat waren jullie favoriete blockbusters? Die nieuwe Wonder Woman film. Dat is nou echt een film die je op het grote scherm wil zien. En natuurlijk ook in een volle zaal. En ik ben met onze hoofdredacteur Glenn naar No Time to Die geweest. En ja, ik was eigenlijk nooit zo'n fan van James Bond. Maar ik moet toch zeggen, dit is wel de beste Bond film van het Daniel Craig tijdperk. Dus ik denk al dat we hem gaan missen. Ja. Wat ik een hele bijzondere film vond was Disney's The Gremlins, een verfilming van het Roald Dahl boek, niet te verwarren met de jaren 80 film, hè Kimberly, ik zie je shirt al. Ik heb gehoord dat Disney door het succes van deze film groen licht heeft gegeven aan een derde Fantasia film. Het is mooi dat Disney eigenlijk een beetje gas teruggeeft met die live action remakes en ook weer een beetje aandacht besteedt aan experimentele animaties zoals 2D als 3D. Ja, Disney had echt een goed jaar. Die nieuwe Star Wars film, Return of the Gungans, van Denis Villeneuve. Nou, dat is echt een film waar voor de verandering alle Star Wars fans een keer tevreden mee kunnen zijn. Dus geen goedkope fanservice, maar echt een originele sci-fi fantasy epos met originele ideeën. Ik vond het vooral wel knap dat ze van die Jar Jar Binks een geliefd personage hebben weten te maken. Want ja, ik had stiekem altijd al zo'n idee dat er meer in zat. Dat, ja, dus misschien is dat beest wel complexer dan we altijd gedacht hadden. En dat blijkt ook zo te zijn. Ja. En hebben jullie die nieuwe film van Michael Bay gezien? Oh, je bedoelt die zwart-wit film over de ontdekking van DNA? Ja, Watson en Crick. Nee, die heb ik zelf nog niet gezien. Want... Ja, er waren zoveel blockbusters dit jaar. Ik zal al die arthouse films in januari wel gaan inhalen. De arthouse films inderdaad, ja. Ik ben ook heel erg naar de arthouse theaters geweest. Maar fijn dat B eindelijk zijn passieproject heeft kunnen waarmaken. Martin Scorsese was ook echt in vorm dit jaar. Die film die hij nu heeft uitgebracht, Killers of the Flower Moon, met De Niro en DiCaprio, weet je? Die is amper 3 weken uit en heeft nu al alle Marvel films verslagen in de box office. Ja, hè? En hij dacht vorig jaar nog dat er niet genoeg ruimte meer zou zijn voor films in de bioscoop. Maar ja, 2020 bleek echt een jaar voor bioscoopbezoek te zijn. Het is zo erg toegenomen in populariteit. Ja, en weet je wie pas echt populair was in de bioscoop? Martijn? Ja, ja, ja. Ik hoor verhalen dat jij je eigen bioscoopstoel uitkiest om naast chicks te zitten. Oh, echt waar? Je mag in de bioscoop je eigen stoel uitkiezen. Dus ja, daar maak ik dan wel eens gebruik van. Met hoeveel mensen heb jij gezoend dit jaar? Nou, het valt mee. Ik denk nog niet eens 14, dus... Ah, nog geen 14. Maar ja, daar is de bioscoop toch voor. Je hebt het gevoel van gemeenschap. Als ik in een goed humeur ben, dan trakteer ik iedereen op popcorn. Ik koop een XXL-bak en laat het hele zaal rondgaan. Ja, daar zijn de conventies ook goed voor hoor. Het is superleuk om mensen online te spreken, maar er gaat niks boven het directe contact. En natuurlijk waren er dit jaar heel erg veel evenementen om... Eigenlijk waren er dit jaar te veel evenementen om bij te houden. Ja, zeker. Mm-hmm. Ja, Cross Comics, Cinemasia, Camera Japan. Movies That Matter en Nederlands Film Festival. Heroes Dutch Comic Con, Anime Con, Comic Con Amsterdam. Ja, Heroes Dutch Comic Con in Utrecht, ja, die was dit jaar vooral bijzonder. Ze hadden een 10e editie en wij hadden natuurlijk ook weer onze stand. En het was soms wel weer erg druk bij ons. Ja, we hebben behoorlijk wat mensen ontmoet. Ik zou willen dat ik een euro kreeg voor elke hand ik moest schudden. Ja, en dan soms knuffelen met die fans, ja, dat was dan soms wel eens vermoeiend hoor.
Ja, we beginnen zo'n beetje BN'ers te worden. Ah, schijnt toch uit. Die bezoekers waren natuurlijk voornamelijk voor de HDCC-gasten. Dat is een mooie line-up dit jaar, dat wel. Ja, zeker. Ik heb nog een handtekening van Sean Connery gekregen. En ik heb Chewbacca geknuffeld. Ik kom met Vegeta op de foto. Wie, de stemacteur? Nee, de Prince of All Saiyans. Oh, ja, tuurlijk. Ja, mooi dat er nog zulke sterren rondlopen. Ja, en er zijn ook haast geen grote artiesten overleden dit jaar. Dat is opvallend. Ja, ik denk dat het een heel kort lijstje wordt bij de Oscars. In memoriam bedoel je? Ja. Met al de release van dit jaar kijk ik dan toch wel uit naar de volgende ceremonie. Ja, nou, voordat we afronden. Martijn, kan je ons niet vertellen waar jouw nieuwe film over gaat? Geef ons eens een sneak peek. Over een dodelijk virus. Ja, het is eigenlijk zo'n soort apocalyptische thriller waar mensen eigenlijk hun huis gewoon niet meer uit kunnen. Dat kan je niet voorstellen. Kan niet eens naar buiten om naar de bioscoop te gaan? Nee, ook niet naar de bioscoop, nee. Al kan ik me dat in het echt bijna niet voorstellen. Niet voorstellen. We'll be right back.